In vele van de talrijke steenfabrieken die ons land telt, zijn reeds belangrijke fasen van de productie gemechaniseerd. Maar het stapelen van de stenen, zowel voordat ze gebakken worden als daarna wanneer ze uit de oven komen, geschiet nog met de hand. En men zoekt reeds geruime tijd naar mogelijkheden om ook hiervoor een machine te vinden. Bij Metaverpa in Maartensdijk heeft men er thans een ontwikkeld die de stenen als ze de oven hebben verlaten tot pakketten samenpakt. Via transportbanden komen ze bij de machine die ze volgens een door computers geregeld plan en slechts door één man gecontroleerd in hoeveelheden van 50 of van 80 stuks opstapelt, afhankelijk van de wensen van de afnemers. De stapelende bewegingen van de machine worden gevolgd door het aanbrengen van stalen snoer rond de stenen. Het apparaat heeft dan ook de naam vlakdraadomsnoeringsmachine gekregen. Het voordeel is niet alleen de besparing in arbeidskrachten, maar ook dat de gestapelde en omsnoerde eenheden veel makkelijker te vervoeren zijn, zowel naar als op de bouwterreinen. Bovendien heeft men minder last van breuk. De machine is bestemd voor een in aanbouw zijnde Zwitserse steenfabriek. Hij kost 150.000 gulden, waarbij dan nog wel de aanschaf van vorkheftrucks voor het transport komt.